Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van VIA's magazine. We serveren u vandaag onze gekende ingrediënten: de minuut van VIA's, een reportage, maar vooral natuurlijk ook een gesprek over een verkeersveiligheidsthema. Vandaag hebben we het over gemotoriseerde tweewielers. We hebben bij ons vandaag een gast die ons daar meer over kan vertellen: En dat is onderzoeker van VIA's instituut Kishan vandaal schreurs Goeiedag, onderzoekers. Ja, wat onderzoek jij zoal wel en ja, welke achtergrond heb jij? In feite ben ik een, ja, een verkeersveiligheid en mobiliteitsexpert of deskundige. Ik heb namelijk mobiliteitswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Hasselt. En die kennis die pas ik meteen toe binnen VIAS aan een reeks van projecten gaande van topics uh, rond gemotoriseerde tweewielers als ook uh, verkeersveiligheidsevaluaties of innovatieve technologie bijvoorbeeld. Ja, vandaag gaan we het hebben over gemotoriseerde tweewielers. Uh, welke voertuigen vallen daaronder? Dat is eigenlijk een best een goede vraag, want dat is niet altijd even duidelijk. De meeste mensen kennen de categorie L-categorie, maar dat wordt al vrij technisch. Ik heb daarom een figuur meegenomen van ASSEM en die beschrijft op een vrij duidelijke manier wat we kunnen verstaan onder de gemotoriseerde tweewielers. We hebben daarbij de verschillende micromobiliteitstoestellen, een klein onderdeel die we kunnen zien onder de gemotoriseerde tweewielers, maar daarnaast hebben we ook zoals de meeste mensen wel kennen, de zware motorfietsen, de lichtere motorfietsen, maar daar vallen bijvoorbeeld ook bromfietsen onder, speedpedalecks en elektrische fietsen. Dus het gaat niet alleen over de zware baanmachines, de Kawasaki's deze aarde, het, 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 het ook andere Vormen van gemotoriseerd vervoer zijn opgenomen in jouw studie. Ja, juist, dat klopt, inderdaad. Als ook de elektrische varianten. Ja. Um, ja, die studie had vooral de nadruk op te kijken wat de mogelijkheden zijn naar mobiliteit, eh, om die in ons mobiliteitsbeleid in te schakelen. Uh, hoe hebben jullie dat onderzocht? Ja, dat klopt. We hebben in de eerste instantie een profileringsstudie uitgevoerd en daaruit bleek toch wel. Dat er een bepaalde nood was om meer te weten te komen over de mobiliteit en de noden van de gebruikers. van uh, ja, de personen die dus die gemotoriseerde tweewielers gebruiken. En we hebben daarin kunnen vaststellen dat. Het gebruik op mobiliteitsvlak sterk varieert van persoon tot persoon. En dat heeft ons eigenlijk aangezet om meer te weten te willen komen over die gemotoriseerde tweewielers en wie um, ze gebruiken. Eén, maar ook om de effecten op mobiliteitsvlak in kaart te gaan brengen. En daarvoor hebben we een modelleringstudie uitgevoerd op basis van Belgische modellen. Waarin we ook gaan kijken naar literatuur, enerzijds, en anderzijds ook naar bestaande VIAS publicaties rond het thema. En tenslotte. Hebben we ook um, verschillende Europese lidstaten bevraagd hoe dat zij hun mobiliteitsbeleid eigenlijk in de praktijk brengen. En wat zijn de belangrijkste resultaten? Want ik kan me voorstellen dat een gebruiker van een speedpedelec, dat, dat, an, dat die andere noden heeft dan bijvoorbeeld iemand die met een, een zware baanmachine rijdt of iemand die zich met een elektrische step verplaatst. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk heel concreet kunnen vaststellen dat gemotoriseerde tweewielers echt wel voordelen hebben op mobiliteitsslag en hun bijdrage kunnen leveren in de mobiliteit. En we hebben daarvoor een modellering uitgevoerd zoals ik al gezegd heb en daar zijn we met enkele cijfers aan de slag gegaan, waarmee we de voordelen en de nadelen van die gemotoriseerde tweewielers in kaart kunnen brengen. En we hebben daarin kunnen zien dat er niet alleen mobiliteitseffecten zijn, want ja, met een gemotoriseerde tweewieler sta je minder vaak in de file. Des te meer mensen dat een gemotoriseerde tweewieler gebruiken, des te minder wagens er op de baan zijn, dus iedereen heeft er een voordeel bij. Maar hebben we hebben ook gezien dat, tot, dat de totale eigenaarskost een stuk lager ligt. En natuurlijk is de aankoop van een gemotoriseerde tweewieler vaak een stuk goedkoper, maar ook het onderhoud uh, is stukken goedkoper dan dat van een gewone wagen. Verder heeft het ook voordelen op vlak van emissies, de uitstoot die lager is. Zo is bijvoorbeeld een lichte gemotoriseerde tweewieler, denk maar 250 cc of het equivalent daarvan, als we over een elektrisch model spreken, dan zijn die emissies tot een derde lager. Um, en dat is toch wel aanzienlijk. Is die elektrificatie is dat iets wat dat te verwachten valt de komende jaar? Dat al die toestellen gaan elektrificeren? Of is dat iets wat... Dat, ja, zeker bij motorrijders, die hebben toch nog graag het, het zware bromgeluid van een motor dat ze, dat ze graag voelen en horen. Is dat iets wat dat realistisch is om te denken dat die vloot gaat elektrificeren? Ja, in principe wel. Um, er wordt natuurlijk weer meteen gedacht aan de zware motorfietsen. Maar we zien op dit moment dat de lichte motorfietsen en de bromfietsen dat daar de elektrische varianten toch wel vrij populair zijn. Ze hebben een groot aandeel ondertussen in de registraties van de voertuigen, en dat maakt toch wel dat er kansen liggen in de toekomst voor die elektrische varianten. Ja. En als we even kijken naar de tabel, dan zien we dat dat er zijn een milde shift en een sterke motelshift. Ik neem aan dat dat verschillende soorten scenario's zijn, waar dat dan bedragen tegenovergesteld zijn, van potentiële voor- en nadelen voor de maatschappij. Dat dat wat betreft geluid minder geluidsinder is, dat, dat lijkt me logisch. Maar één ding dat natuurlijk opvalt, is de, de hoge. Kost uh, voor de verkeersveiligheid. Als meer mensen zo'n voertuig gebruiken, gaat dat natuurlijk over reële slachtoffers. Ik stel voor dat we daar zo dadelijk even verder op ingaan, want verkeersveiligheid is natuurlijk, ja, denk ik, zeker zo belangrijk natuurlijk als een vlotte mobiliteit. Um, maar we gaan daar zo dadelijk even over verder. Um, in oktober uh, werden de jaarlijkse European Road Safety Awards uitgereikt. Dat is het event waar uh, verkeersveiligheidsinitiatieven die impact hebben in de kijker worden gezet. En wij waren erbij. Op 17 oktober vonden in Brussel de European Road Safety Awards plaats. Tijdens die ceremonie werden in verschillende categorieën prijzen uitgereikt aan de beste Europese projecten over verkeersveiligheid. Het Leuvense project Verkeer, dat gebruik maakt van virtual reality om te sensibiliseren, won in de categorie Jongeren. De publieksprijs en de technologieprijs gingen naar het Duitse EDA Plus project. Met hun scorekaart kunnen alle verkeersveiligheidsgegevens van een bepaalde stad op één plaats verzameld worden. Zo kunnen gevaarlijke situaties in het verkeer vroegtijdig opgespoord worden. Andere winnaars waren een Sloveense campagne rond het nut van de reddingstrook en een Spaans trainingsprogramma dat zowel theoretische als praktische kennis combineert. Nieuwe projecten kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de European Road Safety Awards van 2023. Ja, we zagen net al uh, een hele hoop cijfers over de potentiële voordelen van uh, gemotoriseerde tweewielers. Maar natuurlijk, ja, verkeersveiligheid. Ik denk dat dat de uitdaging blijft. Hè, want ja, je kan moeilijk een beschermde carrosserie uh, zetten rond iets wat dat, uh, toch hoge snelheden haalt op twee wielen. Uh, hoe kijk jij ernaar? Wat zijn de uitdagingen erin en hoe kunnen we ervoor zorgen ja, dat die verkeersveiligheid toch gegarandeerd wordt, vooral dat we mensen ertoe aanzetten om meer gebruik te maken van die toestellen? Ja, dat klopt. Nu natuurlijk ter verduidelijking: we spreken niet alleen over de zwaardere motorfietsen, want niet iedereen rijdt even snel. Denk maar aan de elektrische fietsen en de speedbikes. Maar het klopt, die hebben allemaal geen koetswerk dat hun kan beschermen. En een van de zaken die dan meteen in gedachten komen zijn beschermende kledij. Maar wij noemen dat in de verkeersveiligheid Passieve beschermingsmiddelen, dat zijn beschermingsmiddelen die ervoor zorgen, als er een ongeval gebeurt, dat de ernst gereduceerd wordt. Nu, langs de andere zijde, hebben we ook actieve verkeersveiligheidsmiddelen, en dat is eigenlijk niet meer dan proberen te voorkomen dat het ongeval plaatsvindt. En een van de manieren om dat te doen is natuurlijk training. Maar de trainingen op dit moment zijn wel redelijk oké. Okay. Er kunnen altijd nog wel zaken verbeteren, zoals inspelen op de hogere ordevaardigheden, zoals wij ze noemen. Dat wil zeggen, iets meer rekening houden met uh, anticiperen. In het verkeer. Maar een belangrijk onderdeel wat niet te onderschatten valt, is ook wel het aandeel van de andere weggebruikers in ongevallen met gemotoriseerde tweewielers, zowel met fietsers, speed als de zwaardere motoren en de lichtere motoren. En daar kan het zeker helpen om niet alleen de bestuurders attent te maken op de aanwezigheid van die gemotoriseerde tweewielers, maar ook meer inzicht te krijgen in die ongevallen. Vaak specifieke ongevalspatronen die terugkomen, waardoor we bijvoorbeeld technologieën op kunnen ontwikkelen waarbij er connectiviteit tussen verschillende deelnemers ontstaat. Bepaalde wagens die de aanwezigheid van een gemotoriseerde tweewieler in het voertuig te zien krijgen, waardoor dat over het algemeen. De ongevalskans vermindert omdat men echt ja, gaat proberen om de aanwezigheid van de gemotoriseerde tweewieler in kaart te brengen. Over die connectiviteit, is dat ook iets wat dat in de motorwereld uh, stilaan ja, vorm begint te krijgen? Dat die toestellen ook beginnen te communiceren met de omgeving, met de infrastructuur? Ja, dat klopt. Op dit moment is er een consortium, zoals dat heet, dat zijn een hoop aantal bedrijven die um, ja, studies verrichten om dat soort producten te gaan ontwikkelen en we zien dat er vooral een insteek op onderzoekniveau gebeurd is om eerst te achterhalen van welke ongevallen komen nu het vaakst voor met een gemotoriseerde tweewieler en waar liggen nu ook net de kansen om het ongeval te gaan vermijden. Want er zijn bepaalde situaties bij waarin dat je niet meteen met het kennisgeven um, een ongeval gaat kunnen vermijden. En zo spreekt men bijvoorbeeld over systemen die de aanwezigheid van een gemotoriseerde tweewieler in kaart brengen bij een afslagmanoeuvre of bij een U-turn, een omkeerbeweging. Waardoor dat er dus een communicatie plaatsvindt met infrastructuur op dit moment. Is men nog niet in die mate bezig, omdat dat natuurlijk de eenzijdige ongevallen zijn, terwijl er toch nog een reeks aantal ongevallen ook gebeurt met meerdere partijen. En zoals je al zei, geen koetswerk. Dat heeft vaak hogere gevolgen voor de gemotoriseerde tweebeelde gebruiker. Oké, dankjewel voor deze heldere uitleg. En dan is het nu tijd voor de minuut van Vias. 70% des autoroutes allemandes n'ont pas de limitation de vitesse et on entend souvent tout et n'importe quoi les concernant. Pour vous, Vias démêle le vrai du faux en une minute. Selon le Conseil allemand de la sécurité routière, la DVR, il y a en moyenne 25% de tués en plus sur les sections d'autoroutes sans limitation de vitesse par rapport à celles avec une limitation. L'Allemagne n'est que dixième en Europe pour ce qui concerne le nombre de tués par kilomètre parcouru sur les autoroutes. En 2019, il y a eu 93 tués en plus sur les autoroutes allemandes que sur les autoroutes françaises, alors que les réseaux ont la même longueur. C'est vrai, plusieurs études prouvent qu'une limitation à 130 km/h permettrait de sauver chaque année environ 120 vies sur les autoroutes allemandes. L'absence de limitation de vitesse est clairement néfaste pour la sécurité routière et l'environnement il est probable que l'Allemagne soit amenée à revoir sa politique dans les années à venir ja, wat denk je? Gaat die, uh, op de Duitse snelwegen gaat die er, uh, komen de maximum snelheid Goh, dat is moeilijk te zeggen. Um, persoonlijk denk ik dat die limiet er wel zal komen. De vraag is alleen wanneer. We zien dat Duitsland toch nog wel een redelijk auto-georiënteerd land is. Veel mensen staan toch nog achter die ongelimiteerde snelheid. Men ziet wel dat er meer mensen in opspraak komen ten opzichte van de ongelimiteerde snelheidslimiet. Maar ja, veel verder dan een aanbevolen snelheid wanneer je Duitsland binnenrijdt of lokale snelheidslimieten ja, zijn er eigenlijk op dit moment nog niet gebeurd. Dus. De vraag zal niet zijn um, of het er komt, maar eerder wanneer, denk ik persoonlijk. Oké, okay, hartelijk dank voor uw komst. En we gaan zeker afwachten wat er in Duitsland ook uh, gaat beslist worden. Uh, zo zijn we aangekomen, alweer bij het einde van deze VIAS-magazine. We gaan eruit met enkele wistje datjes die deze uitzending niet gehaald hebben. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.